Ik ben alles voor epische acties. Oh, nice. Hey, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Team Dino's Build Ark Survival Evolved. Yeah. Vandaag is weer een klein beetje een speciale aflevering. Want ik doe de opening en dat betekent dat we een speedbuild gaan doen. Yeah. yeah. We hadden al een keertje in de comments ook uh, gehoord van... ...ja, jullie moeten een brug bouwen. En daar hadden we zelf ook al eens over nagedacht. En ik heb het nu over een brug en dat is ook wat we gaan doen. Ja. Yep. Uh, misschien als je achter me kijkt dan zie je daar al zo'n verloren touch foundation in de, uh, staan. Daar gaan we zo mee beginnen en ik hoop dat het uh, net zo leuk wordt als het in mijn hoofd is. Af. super chill. En dit zijn onze brugpowers, Goed gedaan, guys. Yeah. Epic. Yeah. Al die voorbereidingen met het halen van stenen en zo, echt ja, uh, yeah. heel nice job. Kijk, kijk, check deze brug. Zo strak. Kijk hoe, nou, als ze nu naar de overkant lopen, doe gewoon zo, beetje rennen. T -t -t -t. Dit is niet versneld, hè, wat je nu ziet. Ik kan gewoon echt zwaar rennen. Wow, Huh? Zag je ja, dat? Yeah. Ja, <laughs> je. Teleporteerde een <ik>. stukje terug. <laughs> Dus deze je brug in. is behaxt. Ja, ik heb je ingehaald op de brug, maar ik heb natuurlijk ook een boost voor mezelf ingebouwd. Ja, en je woont naast de server. <laughs> ik ik woon er zelfs op, ja. Ja. <laughs> nice. Het ging niet helemaal perfect aan het bouwen. Was, uh, ik had nog iets meer voorbereiding nodig, maar uh, het is ja, helemaal gelukt zoals uit. het moest. Het zit super, super chill. Nee, het is echt heel nice. We hebben hem al een paar keer gebruikt. Ik heb hem bijvoorbeeld gebruikt om alle dodo's naar de andere kant te laten lopen. Dat was, uh, dat was chill. En nu zijn er opeens ook alle andere dinosaurus eieren aan het maken. Dus ik heb een vermoeden, ik kan het nog niet uh, bevestigen. Dat uh, als je te veel eieren op de grond hebt liggen, dat je dan geen nieuwe eieren erbij krijgt. En dat dat ook voor dodo-eieren, dat die ook zorgen dat je geen andere eieren meer kan krijgen. Maar dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik wel. Dus. Zorg dat je je eieren goed opraapt. Um, ja, check ook nice. Met dit vlammetje en alles. Ja, heel mooie brug. Echt super nice. Ja, en echt ideaal. Want af en toe moest je toch zwemmen als je geen nog had. En dan gaat dit echt tien keer sneller. Yep. Even kijken. Hebben we hier nog eieren? Even een rondje eieren rapen aan het doen. Altijd belangrijk om die eieren te pakken om uh, kibbels te krijgen. Uh, nee, oké. Okay. Dat is dan uh, genoeg daarvan. Laten we kijken naar de... Even naar de peut speelzaal. Oh, en is het belangrijk van de brug ook nog. De boot hey kan guys. onderdoor. <laughs> de boot kan onderdoor. Dus oh, dat is handig. Ja, uh, oh, de, de... Ze zijn zo groot geworden, moet je zien. Yep. Ja, ze zijn al... Uh, hoeveel Was zou die wegen? 200 kilo, denk ik. Nee, meer, denk ik. Denk je? Oh ja, misschien ook wel. Al. Als ja, je bedenkt als dat je een paard is. al... Awesome. Zou ik ze op kunnen pakken met mijn voetbal? Don't you try. Nee, mag niet. <laughs> Oh. Ja, je kan het doen. Nee, niet doen. Oké, okay, ik ga er uh, vandoor. Yep. Dus dit is... Uh, Dieners worden uitgebroed. Dat is goed. Oh ja, puppy is wel echt een hele mooie kleur. Hij, volgens mij staat, er ook, uh, staat hij ook op een nieuwe Hearthstone kaart. Oh, wat cool. Dat is deze raptor, volgens mij. Dus ja. puppy, puppy is een, uh, een, uh, een BD zoals je dat noemt. Nee? Wil jullie weten wat een BD is of niet? Nooit van gehoord. Nee? Nope. Een bekende dino? Ah. Een bekende, oké. Ja, check dit. Dit is de mating pen. <laughs> dus hier uh, kunnen de dino's in. Oh, en dan, het is Hoe kunnen ze nou een baby maken als er, of zijn er <laughs> twee, zijn er twee hokken? Uh, voor kleinere dino's zijn het twee hokken, maar voor uh, hele grote dino's zoals T-Rex, die hebben wel allebei hun eigen hok. Maar dan kunnen ze dus, zo hè? naar elkaar kijken door dat raampje. Ja, Sorry, ja, sta dan, jij in die andere of niet? Ja, kunnen we springen? Nee als jij in die ene gaat staan, dan kan ik, ja, nee, ook... ik... Oh, ik kan ze ook. Ah. <laughs> <laughs> maar zo kan je, ja oké, okay. nou, dat wordt, uh... Dat het ja, goed nee, gaat met die uh... eieren maken, nou ja oké. Okay. Ja, dat gaat goed met die eieren maken. Ah. Volgens mij is dat ja, niet dit... helemaal zoals het werkt, maar oké. Okay. <laughs> <laughs> Goed. Nee, dat is chill met die gates en alles. Dan hoef je hem ook niet open te breken. Dat is echt heel chill. Um, ja, nee, super nice. Super nice geverfd ook gelijk weer. Mooie kleuren. <laughs> Mooie kleuren uitgekozen. die is rood. Ja, het ziet er wel zwoel uit zo met dat hout. Ja. En, uh, ja. <laughs> en deze ramp ook. Maar dat, heb je dat nog steeds nodig dan dat dit een ramp is? Het is wel makkelijk. Nou, maar. het loopt veel makkelijker dan, dan dat je ze door zo'n deur heen moet rijden. Ja. Yeah. Dit is een stuk makkelijker. Maar kun je hier aan de onderkant nog een ramp zetten, zeg maar? Dat je hier. Want de nu de moet je hier zo. Hier loop je zo'n ja. opstapje op. Kun je daar nog een ding onder zetten? Oh ja hoor, daar kan ik nog wel zo'n ramp neerzetten. Dat zou je ook kunnen doen, dat is helemaal makkelijk. Maar het is allemaal goed. Nee, het is makkelijker. Zeg maar, door zo... Die deur is best wel smal. En het is heel moeilijk om oh. daar een T-Rex doorheen te krijgen. Maar hoe krijg je hem dan uit? Gewoon proppen. Naar nou, eruit kun je gewoon recht naar achter lopen. En als hij met zijn neus naar de deur staat, is dat wel te doen. Maar als ah. hij in het wild staat en je wilt dat hij twee stappen naar voren doet... en dan rechts draait en dan dat deur in loopt, dat is gewoon heel moeilijk. Oké. Okay. Ah, cool. Anyway, cool hok. Ik doe de deur even netjes dicht. Oh nee, laat maar open. Want, oh, wel? Uh, huh? Door dat schuine deel kunnen beelddino's kunnen oh. er ook in lopen. Ja, ja, en dan zitten en, ze uh, vast En die moeten er wel weer kunnen. Ja, <laughs> ik snap het. Ik snap het. Chill. Oké, okay, dus dat is goed. Zarnia. Jo. Zarnia. Het is tijd dat we weer op avontuur gaan. Ik ga uh, proberen onder de brug door te vliegen. Ja? Oh, ja. Een soort uh, Red Bull Challenge die jij uh, dan doet. Wee. Ik zie je, ik zie je. Ik ben de cameraman. En pff, je hebt geen hoofd meer. <laughs> ja, <laughs> Dat is gelukt, man. Ja, ja. Het zag er slik uit. Ja, vet. vet. Ja, ik stootte al eerst mijn hoofd. Dat was wel pijnlijk. Maar, maar weet je, ik wilde eigenlijk met een pteranodon... Onder... Oh. Ja, je bent af. Een pteranodon eronder door vliegen en dan tegelijkertijd zo'n... Uh, hoe heet het doen? Uh, zo'n zo ...koprol, weet je al? Heb je die wel eens gezien? Ach, dat... Oh, ja, nice. Pak... Oh, ik, uh... Deze dealers hebben nu alweer nieuwe eieren ge gemaakt. Dat is chill. Niet dat we echt veel dealer deal eieren nodig hebben, maar... ...moeten ze blijven oppakken. Ik weet het een keer eentje overslaan, maar ik wil je even dit laten zien. Maar ik, ik geloof niet dat ik van je... Uh, dat, ...dat het slim is om een... Uh, ...om een koprol... ...of een barrel roll moet ik eigenlijk zeggen... Te doen. Oh, want het doet schade natuurlijk. Want het doet schade en dan maak ik misschien jouw brug kapot. Nou, uh... ik denk dat, dat die één kolom nog wel kan handelen. Het denk, is alleen wel zo dat als zo. één kolom bezwijkt... dat dan een heel wie stuk wie van de brug instort, dus... Ja, het is wel vet, maar het is ook gevaarlijk, dus... Nou, nee, dat valt er denk ik één stukje naar beneden als één kolom bezwijkt. Dus dat kunnen we op zich wel handelen. Ja, oké, okay, ik ga het proberen. Ik repareer het wel. Ja. Ik ben alles voor epische acties. Oh, nice. Zag je dat? Nice, nice, ja. Yeah. Oké, okay, nu vanuit selfiecam. Oh, deze is moeilijker. Oh, oh nee. Nee. <laughs> te moeilijk, te moeilijk, te moeilijk. Oké. Okay. Bedankt voor je, Dino. Ik ga er weer van. Ik kan je schermen het water plukken. Nee. Wacht, wat kan dat? Dan probeer het maar. Dat is best wel lastig, gelijk. Like, oh, ja, jij zit ja, je zit nu ook. Nee, nee, nee. Als je nee. onder water bent, wel ja. Um, laten wij op avontuur gaan. En laten wij proberen om een. Uh, Nieuw vriendje te maken. Ik zat te denken: meer dino's. Laten we nieuwe dino's zouden stemmen die mensen ook aan ons voorgesteld hebben. Goed plan. Yes. En we houden het nog. Nou, je ziet het. We zijn vandaag in de moeras. En vandaag gaan we en. Kikker. Daar is die. Hij is al getropt hem. achter je. Yep, ik, ik heb die hem al geschoten. Hou, oh, oh. au! Tot iedereen op een beetje doodmaken. Oh. <laughs> nee. <laughs> Tot zover, kikker. Ah, oké. Okay, volgende kikker. Oké, okay, volgende kikker. Hier komt-ie. Die, die andere hebben. <laughs> ik krijg hem niet weg. Ik krijg hem niet dood. Uh, oké, okay, dat uh, het... op ja, een. Ja, ik wist wel nog een okay. keer. Zo. Droppen. Waar ben jij? Ja, droppen. Oké, okay, prima. Oh, nou moet ik alleen niet Chiro gaan. <gacht> Kom hier, kikker. Ja, oké. Okay, let's go. Hij loopt... Hij heeft geen draaicirkel, jongen. Hij loopt echt zo traag om. Hups, hups, hups. Ja, En gedrankt. Oké, okay, sweet. Oké, okay, en als het goed is, dan... Oh, ik zei sweet. mocht niet meer. Hoeps. <laughs> <laughs> Sorry viewers die er heel boos om worden als ik af en toe sweet zei. Ehm um, ja, female. Dus dat is chill. Want dan kunnen we misschien als ze nog ooit eieren gaan leggen... Dat doen ze nu niet, maar... Ja, denk je dat ze ooit eieren? Ja, kikkerdrill. Ik installeer een uh, laser-attachment op deze uh, kikker. Nee, dat kan <laughs> niet. Gek. Kom <laughs> <afgezien. laughs> <laughs> Maar uh, kikkerdrill, ja, je zou het zeggen. Zou je dan ook uh, kleine kikkertjes krijgen zonder armpjes en beentjes? Ik weet het niet. Oh, we hebben wel akkaan. de kibbel trouwens voor deze uh, dude. Oh, dan zal die wel in één klap klaar zijn. Ja, maar weet je wat we ook kunnen doen? Uh, had ik gepland. Uh, als we nou... Mm, ja, zo is goed. Als we nu... Ik heb al die, die morfodons meegenomen. En nou kunnen we gewoon even op zoek naar iemand die Meat geeft. En dan, oh ja, dat is wel slimmer. Dan kunnen we die kibbels bewaren voor... Uh, voor t-rexen. Ja, van t-rexen en de kikkers, de Buffalo. Ik weet niet hoe je dat zegt. Die kikkers dus, die eten dezelfde kibbel. Dus je moet even bedenken of je je kibbel wil gaan gebruiken voor je T-Rex of voor je kikker. Terwijl ik ja. anders gewoon nog meer kikkers voor te, te ja, trainen hier prima. en, en dan, dat jij uh, Prime meat gaat zoeken? Dan hoop ik hier een Sarko of zo tegen te komen. Of uh, die Titanboa's zijn ook goed. Oh, geef he, he, die ook Prime, ja. Ja, ja. ja, zeker wel. Daarom is dat het altijd zo chill in die caves, want Titanboa's zijn eigenlijk best wel makkelijk om te killen. Geeft toch prime heat. Kijk, daar is Art Davis. Oh, daar is Serenia. Die geeft ook waarschijnlijk op prime heat, maar... Hier is een kikker. Waar is de kikker? Als jij nou hem um, trankt, dan breng ik hem naar boven. Is dat goed? Je kunt een de kikker niet... Um... Nee, oh, nee. zo, ja. Ja, ja, ja. ja, ik ja zal... heb je Oké. Okay. Okay. Ja. Ik ben er helemaal bij. Hij is female. Even kijken, heb ik hem goed opgepakt? Zij is female dan. Zij, ja, <laughs> dank je. <laughs> dit is... Alle mannetjes zijn een dinosaurus in dit spel. Behalve dat je... Zeg maar, je zegt automatisch... Hij, als je het over een dinosaurus hebt. Dat is heel stom. Oké. Okay. Ik drop hem wel achter je. Uh, kijk, zo, so, hier. Hoppakee. Oké, okay. drink okay, hem. Drink, 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 drink. Gedrankt. Oké, okay, En nou zag ik dat hij hier ook als steen nee, zag. was. Nee. Ook dat het was. hij was. Anders dan drinkt hij jou, hè? Hij likt aan je en daardoor word jij. Uh... Oh, Slapig. mijn kikker. Nu gaat mijn vogel nog op agressief staan. Put, Pip, kom, kom maar. Maar hij is getrankt, dus. Oké, okay, chill. Op tijd. Nou, dan ga ik nu Pit, even go. laten zien hoe die, uh, die Morphos het doen tegen Stego. En hij is dood. Oh, ga dan even stoppen met die uh, aanvallen, meneer de. Wat? Lukt het nog? Ja, ja? ja het lukt nog. Okay. Alleen uh, Shiro die was nog steeds heel erg blij om ik ik eraan te vallen terwijl hij wel was. Maf dinosaurus. Ze luisteren wel goed voor reptielen. Ik weet niet of iemand een reptiel thuis als huisdier heeft, maar dan weet je, reptielen, het is net alsof er helemaal geen oren op zitten. <laughs> dus, dus je moet wel nu aanvallen. Dat hoort erbij. Du -du -du. <laughs> Get wrecked. Geef pyramide alsjeblieft. Eentje is genoeg. Na nou, eentje, eigenlijk wel iets meer dan dat. Uh, oh, wow, deze heeft ook prime bij zich. Chill. Oké, okay, dan kom ik al terug. Ja, er liggen dus twee females nu. Eentje is echt bijna bijna dood, dus moet je echt geen misklikken doen. Oh. ik heb hier ook nog een sarco gevonden. Zal ik die maar even klappen dan? Ja, kla uh, ja ik kan ook wel... Ja, je... het is goed wat je wil. We kunnen het met... Uh... met die dimorphos doen, maar ik kan het ook wel doen met die andere. Uh... Oh, hij begint gelijk met eten. Dat betekent... Dat is wel zo, hè. Als hij je... Als je zonder eten zit, dan... Uh, dat is eigenlijk niet wat ik wilde. Wat je het liefste hebt, is dat, die, dat je al die primates bij elkaar pakt en dat er dan in doet. Want als die zonder eten komt te zitten, dan loopt ze taming terug. Oh, dude, die, die Morpho's moeten echt even landen. Wacht, als ik nu gewoon op u druk, en... ga lekker zitten. Jij ook? Kom op, Murph. Zitten. En dan gaat ze heel, helemaal gaat die hier zitten. Oh, wat ben jij eigenlijk bij, zeg. <laughs> Maffei, die is. En ik heb één prime. Oké. Okay. Brief het meest honger. Ik weet het niet. Ik heb het gewoon maar ingedaan. Ik denk het gaat vast wel goed komen. Het zijn niet zulke high levels, dus ja, komt toch goed. Komt toch goed. Gooi het maar in die. Ja, dat is, dat is goed. Oké. Okay. Heb je die. Uh, had je die zak al geklapt? Heb je dat ja, wel gedaan of niet? Daar, ja. ja, dat kwam deze brain niet aan. Je had echt wel vijf pijlen nodig. Dat was echt niet zo sterk. Oh. Dat was Level 6, maar. Hé, hey, hier springt ook nog een kikker rond. Oh, nou, zal ik hem dan uh, Hij is een mannetje, level 10, nou prima toch? Ja, voor de mate boost. Daar is hij alsjeblieft. Oh, hij vindt je nu al eng. En terecht. Ah, ik heb hem <laughs> nog gesniped. Ah, nee. Oh, hij geeft me kusjes. Je moet me wel in de gaten houden. Oh, oh ja, voor de streng. Ja, als, hij, als, hij, als hij die trank uh, goed gaat, dan. Uh, dan zijn we de Sjaak. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Mm, <laughs> oh, hij is nu ja. al getamd. Eh, uh, Force Ja, Hij moet even HP hebben. Zo. So. Nice. Uh, iemand zei als naam. Het is een klein beetje makkelijk, maar. Kermit. Niet kikker, -kikker. <laughs> De. <laughs> ik had trouwens stiekem hier ook een thema aan het doen, maar die is nu weggelopen, zie ik. Dus... Was het een, een niet-kikker thema? Nee, het was wel een kikker. Jij zei dat ik hem niet mocht themen, omdat het een mannetje was, maar toen ging ik hem toch themen. Sorry. Maar nu is Wart hij weg... een... Hij is nu weggelopen. Ja, nee, ik, uh, We weg... hebben nog een mannetje nodig, toch? Ja. Oh die, oh die. Ja, yes, ik ben weer bij. Oh nee, hij ligt, dat is die kikker. Wacht, hier liggen twee keer Hé, ik snap er niks meer van. Hier liggen nu wel twee onbewuste kikkers. Oh nee, het, het klopt wel. We hebben er vier getamed en er uh, zijn er... Of vier bewusteloos gemaakt en eentje die lag hier, die is weggelopen. Ja, ah, het is niet zo'n goed verhaal. <laughs> ik had nog een mannetje gevonden, maar die heb ik maar weer terug in het moeras gehaald. Oh, dat is goed. Ja. Ja, hoeven we niet. Prime Eat, gratis Prime uit de lucht. Alsjeblieft. ja, ik ben een samurai. <laughs> <laughs> Denk je dat, dat, dat je het beter kan harvesten met een uh, zwaard of met een pickaxe? Ik heb het gevoel dat het mes heel goed is. Dus... Ja, een samurai zwaard zou toch echt het beste moeten werken. Gaat het wel, ik wel proberen, ja. Oh, twee primates, drie primates. Oh, dat is chill. <laughs> ja, misschien is het. Ik ga er nog een eentje halen. Kunnen we testen of het Oh, is. Dat is best wel interessant. Ja, dat is wel uh, nice. Ik zag er namelijk meerdere zwemmen hier. Ja. De en deze was maar level 1. Ik weet niet of dat e invloed heeft, maar. Level 1 krijg je mensen niet zoveel van. Dus wat dat betreft, dat is het minste wat je kan krijgen. Oh, dat zou best wel chill zijn. Ja, ik, ik heb eigenlijk nog helemaal niet. Uh, meestal lees ik wel de Wikipedia een beetje van. Uh, hoe, welke wapens goed zijn en zo. Waarvoor. Um, maar van zomaar, of dat zwaard is nog net uit. Dus vandaar. Oh, ik heb wel een kikker gevonden. Telt dat ook? Uh, nee. Oké. Okay. Dat was ook een mannetje. En dat was maar level 4. Oké, okay, volgende experiment. Kom maar. Ja. Wap, headshot die dude. Nee. Hak hem in stukjes. Gewoon, gewoon in tweeën. Oké, okay. komt-ie. Ja, hij mag geen prime meat. Nee, dan is dat gewoon random. Hadden we gewoon massaal. Misschien is die wel beter hoor, dan een uh, pickaxe voor vlees halen. Maar ja, dat is nog steeds random. Oh, deze is ook al bijna klaar. Chill. Nou, ik denk dat we dan. Dan hebben we er vier. Kijk, als ik hem nou gewoon even spam met uh, eten. Of met. Hoe heet eten? Het zijn we geen eten. Met verdoofmiddel. dan uh, gaat de voet wat eerder snel omhoog, geloof wow, ik. Oh, acht levels. Nice. Ja, dat is wel prima. Ik had nog niet gekeken wat je nodig hebt voor dat zadel om te maken. Maar dat is denk ik de volgende stap. Ik denk niet meer dat dat gaat passen, deze aflevering. Hey, Shiro. <laughs> awesome. Um, ja, dus um, wederom, ik denk dat... Het, weet je, ik denk dat dit wel een goed moment is om de aflevering af te sluiten. Um, nee, Dino is getamed. Yep, ja, wij, wij moeten de, de, de nieuwe kermis en de... Och man. We moeten iets met een pad of zo, iets met een naam met... Pad en mat, dat is de buurman en buurman. De naam van buurman en buurman. Ja, dat is uh, Tsjechisch volgens mij. Dus dan noemen we er eentje pad en de andere mat. Vind ik wel een goede naam. Ja, anyway. Eén naam over. Ja. Wat? Dus ik ben nog op zoek naar een goede kikkernaam. Dus heb jij nog goede kikkernaam? Laat het achter in de comments. Oh, zag je dat? Dat gaat van knippen. Uh, we kunnen nu al vriendjes zijn. Denk je dat als ze deze kusjes geeft, dat misschien? Kleine kans? Nee? Oké. Okay. Um, ja, dus laat een like achter en dan hoop je gewoon allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens. Tot ziens. Doei.